Twee lengte voorsprong heeft die Hamilton Kwik, maar hij moet nog wel even die laatste bocht door. En er komt wel wat druk aan de buitenzijde, want halverwege de laatste bocht komt Ultrasas dichterbij. Hamilton Kwik, Ultrasas, daarachter Daisy van Kamstra, die nu ook een heel snel moment heeft. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daisy van Kamstra ziet er dreigend uit aan de buitenzijde, maar nog altijd leidt Hamilton Kwik. Ultrasas komt er tussendoor. Drie paarden nu op één lijn. Midden van de baan Ultrasas, aan de relingzijde Hamilton Kwik. De leeuw lijkt de zaken helemaal onder controle te hebben. Hij doet er niks aan, maar hij zit met zijn handen vol en wint met een halve lengte. Hamilton Kwik voor Ultrasas, dan Daisy van Kamstra. Vierde. Trainer Bas Schreebas krijgt zijn beweging wel, dames en heren, alweer de derde keer dat hij het hele stuk moet afleggen van het stalterrein tot aan de finish. Maar hij doet het met plezier. Weer een winnaar voor hem. Hamilton Kwik wint voor stal PD en John de Leeuw in 1:17:02. Daar komt hij aan. Hamilton Kwik, de derde zege inmiddels voor stal PD vandaag hier op de baan Groningen. Deze Hamilton Kwik is een topproduct van Herman Benschop. Heeft deze Hamilton Kwik van Virtual Boca Jostra Sammer. Dus eigenaar van stal PD, getraind door Bas Krewels en voor het helemaal vandaag John de Leeuw. Vorig jaar natuurlijk een paard die hier al goed liep, Hamilton Kwik. Liep het hele seizoen tegen de jaargang stop. En inmiddels als vierjarige nu terug hier in de baan in Groningen. Sterke zegen van deze Hamilton Kwik, Tom. Ga even rustig zitten. En, want het paard liep eigenlijk een berensterke koers. Ja, maar dat heeft hij al de laatste paar keer op Wolven ook. Maar ja, dan kom je ook weer veel betere paarden tegen. Hetzelfde verhaal met Hortmoen. Maar ja, het ging natuurlijk vandaag wat eenvoudiger. John zit weer, dames en heren. Dat betekent dat wij zo een mooi applaus mogen laten horen voor de winnaars. Dat zijn deze John de Leeuw en Hamilton Kwik. Groot applaus. Start is gevallen. Er was 1, 2 en 3, die doen mee aan het duel om de leiding. De 4 tot en met de 6 allemaal niet. En we gaan heel hard op weg naar de eerste bocht. Aan de binnenkant Emotion. Aan de buitenkant wordt de leiding nu overgenomen door Diola P. Diola P gaat als eerste de bocht in. Emotion op plaats 2. Derde plaats daarachter is voor Sereste. De eerste paard aan de buitenkant die naar voren gaat is Hamilton Kwik, de favoriet. Daarachter volgt op de vijfde plaats Ultras As. En de zesde en laatste plaats voorlopig is voor Ruud Pols en Daisy van Kamstra. Maar er komen de rechte lijn voor de tribune. Intussen aanval van Emotion. Die gaat de leiding overnemen van Diola P. Emotion nu op kop. En daar komt aan de buitenkant nu de favoriet achteraan. Hamilton Kwik. Emotion leidt. Die gaat gelijk de aanval krijgen van Hamilton Kwik. En er wordt even kort gesproken tussen de beide rijders. Ze zijn er al uit. John de Leeuw mag er langs. En die gaat nu de leiding overnemen. Hamilton Kwik de nieuwe leider. Emotion op plek 2. Derde plaats daarachter is voor Diola P op de vierde plaats volgt Sereste. Vijfde is Ultras As en zesde Daisy van Kamstra. Alle paarden achter elkaar gaan de laatste kilometer in. 700 meter koers gehad en de leiding in handen van Hamilton Kwik. Hamilton Kwik in de PD-kleuren. Ze wonnen vandaag al 2 maal. Galopade van Emotion op plek 2. Emotion springt eruit en zo gaat naar plek 2 Diola P. Uitgeschakeld nummer 1. 1 galop. Paarden in de rechte lijn overzijde. Leiding daar dus makkelijk in handen nu voor Hamilton Kwik. Het gaatje daarachter naar Diola P. Daarachter volgt Sereste. Nu gaat Ultras As een half spoortje naar buiten. Op de vlieger denkt nu kan het wel. En daarachteraan gaat proberen te gaan Daisy van Kamstra. Probeert de rug van Merwe Staal te houden. Maar dat is voorlopig nog niet zo makkelijk. Paarden zijn inmiddels op weg naar de laatste bocht. Hamilton Kwik leidt. Hamilton Kwik lengtevoorsprong op Diola P. Buitenkant Ultras As. Binnendoor gaat naar voren Sereste. Tweede spoor is voor Daisy van Kamstra. En zo gaan ze de laatste bocht in. Twee lengtevoorsprong heeft die Hamilton Kwik. Maar hij moet nog wel even die laatste bocht door. En er komt wel wat druk aan de buitenzijde. Want halverwege de laatste bocht komt Ultrasas dichterbij. Hamilton Kwik, Ultrasas. Daarachter Daisy van Kamstra die nu ook een heel snel moment heeft. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daisy van Kamstra ziet er dreigend uit aan de buitenzijde. Maar nog altijd leidt Hamilton Kwik. Ultrasas komt er tussendoor. Drie paarden nu op één lijn. Midden van de baan Ultrasas. Aan de relingzijde Hamilton Kwik. De leeuw lijkt de zaken helemaal onder controle te hebben. Hij doet er niks aan, maar hij zit met zijn handen vol. En wint met een halve lengte. Hamilton Kwik voor Ultrasas. Dan Daisy van Kamstra. Vierde Sereste. En vijfde was Diola P.